Ek kom vir sommer sê net hier 'n tegniese vraagie vir my homie en dit is hoekom speel hom nou nie sy van onderste series van sy familie? O, nee. Ek sou dit nou vertel. Dan sal ek vertel, gaan jy van alles te kroon, ek so 3 maanden gelede, 1 juni, precies geweest, een broer te laat, een broer van mij te gaan leggen, zoals bij Toms, en hoe dat ik jou dan met jou mee mag vergeven, en ik heb hier weer, ja dokter. Mag my sê, die resultaten van my broer, dit sal eerst oor 3 maanden wees, want Bloemfontein is gewoonlik 6 maanden na allemaal. Ik kom van Burgersdorp af, geboren daar in 1938, school gegaan, na matriek. Was ik hier zo naar Pretoria gestuurd, waar ik met de leergymnasium een jaar opleiding gedoen het. En nou wil ik u ook iets helemaal aan een interessante story vertellen. Terwijl ik opleiding gedoen als een van de rust van de leergymnasium, kom daar een dag terwijl ons drill een man aan met een pik zwart uniform, met rood strepen, officier, kaptein, allemaal sal hier, ons skrik, ons dood, ons nog nooit so aantrekkelijke type van forse man gesien nie. En hulle sê toe dit gaan aankompanie, dit is ook die infanteriekompanie, die sit op die velvoeter, dit is. En so maand toe wat daar na, het die eerste uniform gekry, en ek wil net vir u sê, my eerste kompanie, my velvoeter daar, en met die leergymnasium, hier in Voortrekker Hoogte was kaptein M.A. de Emmalan, een man wat ek absoluut bewonder en wat een van die grote redes was waarom ek die einde van daar jaar by die leergymnasium by die stand mag aangesluit het. En dit is van net per toeval. Goed, ek is nadat ek die leergymnasium aangesluit het, is ek die volgende jaar na die Suid-Afrikaanse Leercollege toe, waar ek ons 'n teerskursus doen in vir die jaar, en daarna is ek verplaas na Oudtshoorn as 'n infanterie infanteer, na een plek, eenheid met die naam van 1SAI Training Battalion, op daai stadium. Dit was nog lang voordat die infanterie skool gebou is, en die taak van die SAI opleidingsbataljon was om burgermagteenhede op te lei. Ons het daar so eenhede opgelei soos die Cape Town Rifles en die Duke of Edinburgh Spring Rifles en die Kavalerie en Rifles en al die type van mense, First City van Port Elizabeth, die ouders het vir 'n maand ingekom, doen ons hulle opleiding, die geen ons opleiding, en dan maand weer terug, en dan kom die volgende regiment in. In elk geval, vakantie gaan nou die einde van 1958, en ek ontmoet die jong meisje hier in Jemison toevallig, en ek besluit toe ek de genoeg gehad van Oudtshoorn, daar die hitte en die kou in die winter, en vraag u vir verplaas, en stuur ons toe na, of ek word verplaas dat wat is de randkommandement hier in Johannesburg, waar ek in die drillsaal aangewend is as een kadet instructeur. Ek was hier lang daar nie, toe word ons hier dag ingeroep, ek en ouwe dan van Van de Beer, en Groot Oosie Oosthuis, en ons 3 infanterie instructeurs in Johannesburg. En roep hy sê, luister man, die vir julle wil paratroopers word. Sê wat? Paratroopers. Nee, hy sê, are you sure you don't want to go? Ek sê, no, we sure, so we don't want to jump out of the plane as we used to. Telephone and things like that. Die volgende dag roep hy ons weer, hy sê, no, it's just, they're getting a shortage of applications. Wouldn't you like to go to volunteer at? Of, en Van de Beer en Oosie, maar nou die probleem met Oosie was, Oosie het op die stadium 260 pond gewees. Feit is ek goeie, ons is die Pretoria toe, voor een keer is kursus gekom, en toe sê hulle van, maar nie, hy kan nie gaan, hy is so goeie te slag, en hy weet nie of een valskerm op die stadium vir ons aan hou. Ja, maar die bed is ons 25 lede wat by die Leercollege aangekom het, en die kursus begin doen het op 6 September 1960. Wat verrassend was, is dat die Britte op die stadium toegestem het dat ons een welkursus daar kon doen, want toen was daar een redelijke stroming in ons land geweest en allemaal is kwaad vir dokter Verhoed en
daar type van dinge, en het op die stadium sê daar gedreig dat ons uit die stadium op het sy twee allemaal daarvan geweet, en die Tory regering wat aan de wind was, het geweldig baie plek opgetel van die arbeiderspartij op die stadium. Maar op die ouwe eind van die story, ouwe eind van die dag, het hulle besluit ons kan die kursus kom doen in Engeland. Die kursus begin toe 6 September, en ons het twee instructeurs gehad met die heer college met naam van Stafverstaan Shane Shepard en sergeant Van Driel. Ik weet nie, baie van julle ken vir Van Driel op hierdie stadium, Stafverstaan Shane Shepard is oorlede, en hulle het besluit, nou hulle het nie eindelijk geweet wat om te doen met hoe fiks moet de valskerm soldaat wees. En hulle het hulle maar gaan sit in een program op hulle eie saamgestel. En ek weet nie op die ou einde van die dag of hulle van plan was om ons dood te maak of fiks te maak. Maar ons het na 3 dagen, en dit is nou nie een woord van een lady, klaar die waarheid, niks anders as die waarheid, kon ons die 2 trappies afklim sonder om mekaar te help, of 2 trappies opgeklim sonder om mekaar te help. En het staatse ding het ons doen, as jy nou weet wat is rakke binnen in een gymnasie. Rakke is daar goed vir so'n kant is sikke. En vat ons daar, dan klim ons die boot oor, dan vat ons die touwe wat in die middel van die gym is, dan klim ons die nie, rak op tot heel boot, dan sê hulle goed zwaai, maar ons moet achteruit zwaai. En jy val jou absoluut te pletter op die vloer van die gym. Dan het hulle die platbak trokke gehad, voortrokke. En die ruid daar op die parade grond, die hulle heel kans rond. En dan begin ons so by 10 myle uur, 20 myle uur, 25 myle uur. En sprong ons nou achterste voort af van die uur. Sonder enige huise naad. So, op die ouwe het een paar manne seer gekry, maar die slippers. En toe het ons seker toetse gedoen, ons het hardlooptoetse gedoen, spoedtoetse gedoen, watertoetse gedoen, en baie lang staptoetse gedoen. Ek het 1 toets gedop, en moes jy mag 2 toetse gedop, en dit was die swemtoets. Ek kan tot vandag toe nog nie swem, ek word in 81 mag. In elk geval, ek tot toe, ek sal maar kans wat met dapper wees, het ons volle kind in die type van die stapje naar die kant van die dinges in, hou die geweer boek aan my kop, en voor ek deel te mal nie so af is toe, trek ek in, onder die water, maar ek moet daarom erken, ek het nie gemaakt, die soort intensieerigse diets wat ek gedop het, toe daar in stadion, dus ek eind zweem wat uit. Toe kom ons voor een keerkomitee aan die einde van die komitee, die samenroeper van die keerkomitee was een man in naam van kolonel Pretorius. Kolonel Pretorius was een baie oprechte volksvader. Hy het my baie dink aan, met alle respect aan commandant Jan Vloerie. Dit is een baie sedige man geweest. Stille, rustige na die type van hem. Toe hoor ons hierdie lijn dat hierdie man die finale vraag wat hy vir jou gaan vraag is. Wat dink jy van commandantie? Ja. Dit was ook so geweest. Gaan jy voor om en vraag en allemaal in die selle antwoord dat hier gaat. Dus sê vir my, ek sê, kolonel, dit is een verskrikkelijke, akelige situasie, as ons land onder die communiste is. Ja, maar wat gebeur, sê nie, hulle sal ons meisies vat, en sal met ons vrouwen strooi, en al syke gemors praat, ons vir die kolonel op jou, sê vir dat jy kan gaan. Sê, wat jy net nie van die communiste hou, dit jy was dat ons wat jy sê. Skryf jou paar dagen op daarna, na die 26ste toe, of toe is dit nie paar dagen op nie, verskoon my sê jy dan in die nota skryf, net om die datums by mekaar te kry, en ons moet, ek sê stop, die stadium was in die 25ste September, en ons rapporteer toe op Jan Smits lichaam, die 27ste September, en het paspoorte gereel die tussentijd, en die vliegtuig moest die dag 27 september op sy vertrek, so 10:30, ek weet nie of dit die oude laai van die lichtmacht was, waarvan woensdag in sy vakantse lichtdienst dat altyd alles laat is nie, maar ons is eers 10:30 daar weg, met die DC-7B Skymaster, op pad Londen toe. Nou, kan ek net vir u sê, ons was 9 instructeurs, dat gekies is om op die kursus te gaan,
twee lugmagpakkers van valskermis moest pak. Dan ons bevelvoerder was Kommandant Lou, hy was oorlogsveteraan, ex-panser, kaptein. Hy was ons bevelvoerder, dan een man met naam van Veldkolonel van den Berg. Van den Berg was een genie-officier geweest. Veldkolonel op daai stadium, julle wat nie weet nie, is hulle in hand geweest. En dan meneer Malan was ons medische officier. Ek, ons het contact verloor, maar ek weet nie of hy nog lewe nie. En dan ons vriend hier was kaptein Daintje Lombard. Ontzettende goede, dit die beste dekvriend in die wereld. Ek het ook iemand gesien, dat al wat met die dek komt, soos hy toch. In elk geval, ons vertrek toe so 1630, met die DC-7B Skymaster, is een mooi vliegtuig. Vier engines, die kant, twee engines, die motoren, lang toe op Salisbury, so kwart voor 6 die aand, ach, kwart voor 7 die aand. En ons is daar so weg, 20 voor 8, en vraag my hoe ons bedoel het, ek het nooit dat gauw van al die ding. Ons daarna, 20 voor 8, daag na, na Rome toe, om 23 om met 1 die aand, is 11 die aand na Rome in, en ons vertrek na Rome so 5 minuten voor 12 die nacht. Ons land in Khartoum, 5 oor 5 die volgende ochtend. Nou, dat mens sê, ons kom in Khartoum aan 5 oor 5. Dit is die grootste som wat ek in my lewe gesien. Nou, ek weet nie. Dit lyk of die som in Khartoum opkom. Op daai stadium is die temperatuur al 110 graden, dit kom daar so land die ochtend. Dit is absoluut uitputtend gewees. Elke vond sy daar so, kwart oor 6, die ochtend weg, en in Rome, 10 oor 2 die middag. En die andere briefstaal waarin ek sê, my ouders die eerste brief terug, ons het vir ure en ure lang oor die woestijn gerei, nie gevlieg, nie gerei. Dit is die eerste man my lewe, in elk geval, wat ek in een vliegtuig klip. En ek begin alweer twyfel aan myself, hoe dit uit doen, man, ek rei nou vir die eerste keer vliegtuig, en die volgende bleid die oomlik as ek in die rondom kom, want ek het die dan net spil nog, hoor. Maar ek dokter nou, hulle sal niks aan my dat maak, want ek het geloof, jy mag, hulle mag niks nie doen, sy my om te spring nie, so ek dit, ach, ek kan hulle terug op my malen sê, ek was een engel. Elke geval ons land toe in Rome, die middag, ons weg uit Rome uit so 3 die middag, en ons volgende stop is Zurich, so dit is op 1650, en ons vertrek so nie 1745, en ons kom in Londen aan 1900. In andere woorde, die tripje het ons 26 uur gevat, want die is daar baie laag. Maar die ouwe oorlog, want er erg moet van die vlieg op daar staan. Ons is daar verwelkom door ambassade personeel, Suid-Afrikaanse mense, en hulle boek ons toe nou vertel. Ons was die hele klompie korporaals, meester van ons was korporaals geweest. Ek, korporaal Nietvisser en korporaal Pieser, en wie was die andere korporaal, J.C. Ackerman, en korporaal Harry Finn, die was toch gezond, hy is my senior geweest. Nou, ons stond natuurlijk in die korporaals, wat in die goedkoopste hotel ingenoeg, en so stond een piekie hier in die hotel, en die officier natuurlijk in een smart hotel, en daar moest hy was toe die oude heer van plaats daar. In elk geval, hulle, dat ons toen naar die, na die ambassade toe kom die volgende ochend, die verklager die dat ons bankrekening moet oopmaak, want ons salaris in elke maand met bank betaal word, en dan kan ons ook sê dat ons, kan ons 1000 sigarette een maand verdiend kry, wat ons natuurlijk baie blij gemaakt het, en dan 6 bottels drank tegen goedkoopprys, ek onthou hoe ons misschien wel 6 shillings op daai stadium. So elke keer kon ons sy keuse maak, en probeer dit vir jou in die kamp van elke maand. Ons blijk dus een paar daar oor, daar in die Hintje Palace Hotel, en die naam van die eerste en die tweede oktober, toen kom die mannen van RAF Abingdon aan. RAF Abingdon is Royal Air Force Station Abingdon, dit was in die provincie Oxfordshire, en dit was na by Oxford Universiteit toevallig net, en dit was ook die hoofdkwartier van die Royal Air Force Transport Command in die stadium. Al die groot vliegtuie was op RAF Abingdon, dit is natuurlijk in die harde plek, en daar is die number one parachute training school, dit was hulle opleidings, een in die stadium. Ons kom al, oor die naweek, ingeboek by ons kwartiere,
En die kursus het amptelijk begin op die 3 Oktober 1960. 3 Oktober 1960. Hier is ons toen na hierdie verskriklike groot opleidingsloods toe. Nou, ons het nou wel, julle ken meeste van julle ken die ou loods daar in Bloemfontein. Ek weet nie wie van julle kwyt opleiding daar gedoen, die ou loods, die Jimmy en daai en Norne en al die manne sal weet, voordat hulle nuwe hangar gebou het. En honderde valskerm, daarvan alle lande, daar was Australiërs, daar was die Seelanders, ouens uit Ghana uit, allemaal lede van die Statenbond, klomptroepe van Statenbond, en meestal was een opleiding te ontvang. Ons word in 2 stille opgedeel, die helfte van ons, by een instrukteur die naam van Susan Sweeney, en die andere helfte by de ouwe naam van Jordi Platz. Nou, Jordi Platz was ons instrukteur. Die feit dat hulle vir hom Jordi noem, is afgeleid van die, van hy, dat hy Jordi is. Jordi is een sekere groep mense wat in Londen woon, met die snaakste accent wat jy nog in jou lewe gehoor het. Het ons omtrent 3 dae gevat, het ons hierdie man jou te maak verstaan. Dit is baie moeilijk, en hy sê nog veel, en sê, op, en sê, wat is dit, op, en sê, op, is, ah, en sê, het ek, en sê, rand het boes, wat se boes, rand het bas. Nou, ga ek nie uitbuit om die opleiding. Precies diezelfde apparate wat u gehad het by invalscherm bataljon, het ons meegewerk by die human parachute training school. Precies diezelfde, behalwe het een paar apparate gehad wat ons nou nie het nie. Hulle bijvoorbeeld 70 vectoren, hulle het die gewone abkas, een paar abkasse, moet ek by sê, en dan het hulle 70 vectoren gehad, het lyk soos een geweldige groot kraan, wat staan daarbo, en die kraan het so 2 sulke punte, en dan het hy kabels aan daar die kabel, is daar een harnas aan, en dan op een of andere manier die kabel weer, jy klim die 70 voet op daarboe, dan staan die op een platform en dan trek die harnas aan. Nou binnen in, onder die punt van daar die, noem het nou maar, die kraan, is daar een valskerm wat klaar vast is, hoe, en dan op een bol, dan swaai jy af, en dan los hulle die ding, laat hulle die ding losboe, dan doen jy, noem het nou maar, een valskerm sprong van 70 voet. Dat is op die eerste verschil wat hulle had. En dan, natuurlijk het ons die ballon gehad. Die ballon is een angste story. In tussentijd doen ons opleiding van die morgen tot die avond toe, en nou wacht ons vir die geleentheid. Na so 6 dae, na so 4 dae, so ons ons eerste sprong gedoen. Ongelukkig is die weersomstandighede toe so sleg, dat daar nie eens een kans is nie. Nou gaan ons maar aan en aan en aan en aan. En op die ouwe en ken ons die drill sal uit ons kop uit. En toe die 13 Oktober, van die 10 Oktober af, is ons elke morgen by een sekere plek waar ons in een ballon sit, een hokkie in een ballon van die sprong. En elke morgen dan is daar een stoptrop, want die wolke is te laag en so voort, en so voort, en so voort. En toe die 13 Oktober kom hierdie story aan. Kom daar so by hierdie plek, en daar is hierdie geweldige groot ballon, sigaarvormige ballon, en onderaan die ballon is hierdie hokkie. So hokkie vat omtrent so 5 manne, een afstuurder plus so 4 mense. En dan is die ding aan een type van een katrol, koelie vastgemaakt, onder op die aarde, en dan is daar een ouwe daaier beheer, en dan sê vir jou goed, trek die valskerm aan, word nagegaan, klim binnen in die hokkie in, en dan maak hulle een breed los hier by hierdie, en dan begin hierdie ding op te stig. Nou, moet ek vir u sê, waar ons die vorige dag lekker grapies gemaakt het, raak het nou heerlijk stil, binnen in die ballon. Maar die instructeer, hoe het ons begin op
opstijg, begin hy om een grapje te vertel. En ek onthou baie goed. Toe ons boe kom, toe eindig die grap. Het vat omtrent so 4 of 5 minuten, misschien omtrent 5 minuten. En niemand het gelag in elk geval. Toen ons het gebleven waar we die grap gaan. Nou hang jy daar in hierdie hokkie agterom die groep. Die bevel van onder is, van onder af, voordat die vertrek gesit is. Up 800 feet, 4 men jumping. En ons daar 4 ouwe staan, so elke in en die hoekie uit so, seil dakkie oor, en elke ouwe staan in die hoekie, en die instructeur staan in die middel, en dan is daar so crossbar, waar die jou trekslijn vastmaak, en die hoekie van. En het ook nie, ek wil met die weer nie, en dit so dwarsbalkie hier so. Goed, nou kijk ek die story van boe af, nie met die radio nie, maar met vlak. Dat is de geel vlak, en my vlak, en groen vlak. En hy, die ouwe so die kant van die ding is, en kijk hy so, dan geel is besot nou, want daar is nou wolkies wat drijf, Engelandse weersomstandighede daar in stadium het, nie baie lekker. En sodra daar is, wys hy die groen vlag, kom in hem, sy word stand the door, nou alles gaan goed, ek staan die ouwe daar in beelde, eerste ou, gaan, tweede ou, gaan, derde ou, gaan, maar nou gaan die ding offset op te raak, maar nou is al die gewig verplaas hier. So ek was nummer 4 in die tweede strik, en ek nou hier in die neer te kom, en sit sommer so, en ek sê nou, nou word hy gescheerd, ek sê nou, dat hy really in, ek is die voetste. En hy vir my sê, ek nou, ek tot vandag, ek is eerlijk al, ek was so verbouwreerd, as die vals hy nog in kon gegaan, het tweede wit geval. Want ek sê, dit is een aardige gevoel, want die hang daar is een motore van een vliegtuig, wat die hoor nie, alles is stil, die windjie waar net so sak, en die klapie, vir die wat die dakkie van die klap, die stil nie so, die hele tijd so terecht is, die moet nie stap, en die weet, die voel baie alweer, maar goed, hy was die voordeel gestel, kom en onthou, daar is daar die eerste sprong genoem, alles het goed afgeloop, en daarna begin hy sommer daar met die tweede sprong. Met die tweede sprong is een baie, eindelijk een bietjie beter situasie as die vorige. Want hier in hierdie hokkie is daar een valdeurtjie. Net so dat die man kan so deurspring. En wat gebeur dan? Selfe hoogte 800 voet, hulle maak hom oop, en jy gaan staan klaar in die uitspringpositie. En al wat jy doen, as ek jy sê go, dan spring jy en bob jou ander, maar jy val verder. Daai kabel van die hokkie vasthou, is op elke 200 voet gesê gemerk. Nou, die meeste van die tyd val jy so 200 voet, voordat die valscherm heeltemal ontplooi het. So jy skrikker nog al een redelijke staak sonder vink. En dan natuurlijk word die gemerkt, soos hy maar opgemerkt het op die stadium. En dit sê, eerst vroeg op een dag, sommer tjop tjop. En die andere leer is baie weer, baie blij, twee kantie gehoud, en na die type van hem. So, dan doen ons precies die stel wat ons hier so doen. Dat ons in Zuid-Afrika geniet. Jy gaan maar aan met progressieve opleiding, en dan wacht jy maar totdat die weer meer goed is, totdat die weer meer goed is, en jy gaan aan die volgende sprong. Ons het so 5 sprongen gedoen tot die 15, nee, excuse, ek is wel even te ver weg. Eerste sprong was op die 13 oktober, en toe op die 4 oktober, toe sprong ons uit die Beverly vliegtuig uit. Beverly is een groot vrachtvliegtuig, hy neem 70 valsterre troepe, maar die Beverly, toe vind ons uit, hoe kom het jy eindelijk een valdeur die binnen in jou, in jou hokkie met die ballon. Die Beverly het 2 dekken. Hy loop so uit die groot maag hieronder, en dan kom sy ster so uit, daar die kant. Onder is daar plek vir 40 valskermtroepen, en dan klim hy met die leek hierop, en boos daar plek vir 30. Die onderste dek is daar 2 dere, stuurboord en bakboord, en dan die boonste is daar in die ster, op die punt van die ster van die vliegtuig daar, hier is die onderste gedeelte, op die punt van die ster daar, is daar een gat in die vliegtuig,
en dan doen jy jou sprong daaruit. So dit is die rede waarom die ballon ook geval deur die gat het, sodat jy weet hoe om in die deur van die vliegtuig uit te spring. Goed, dit was die 4 Oktober, 14 Oktober. 18 Oktober sprong ons in die huisdiens vliegtuig uit. Maar toe hoor ons dat hierdie Beverly geval het, het so 5 jaar terug daar Beverly geval met mense ergens in haar omgeving. En die volgende sprong wat ons doen is uit de huisdiens uit naar die huisdiens is lyk soos 'n groot Dakota. Maar hy staan verskriklik hoog, die neusstaaf is verloos. Een van die ongemaklikste vliegtuie waar ek nog gesit. Jy lê behoorlik as jy vasgemaak is in daai tipe vlieg. Nou hierdie huisdiens is 'n onbetroubare storie. 4-5 jaar na ons daar weg is, toe val die huisdiens met 45 mense in, 8 valskerminstrukteurs binnen die vliegtuig is. Allemaal op ons dood. Ek lees vanmiddag, ek het die story gegoogeld toevallig weer. Hulle sê, een vrou sê, I thought they would be in aerobatics. Want die vliegtuig het blijkbaar op enig in die stadion net opgegaan en die heeltemal op sy rug geval af alle toe. Nie ver van Western on the Green. Van Western on the Green gepraat, Western on the Green is seker die mooiste en die grootste afgooistrook wat ek in my lewe gesien. Dis myle en myle en myle van groen gras. En dit is die meeste van die tyd het ons daar die afgooistrook gebruik terwyl ons met hom was. Ek dink ons staan binne 140 hektar, so groot is dit. 18 Oktober huisdiens, 19 Oktober weer. Beverly toet ons eerste keer met uitrusting gespring, 31 Oktober. Toe is daar een breek van omtrent wat 11-12 dag tot die 31ste Oktober, verskriklike slegte weer, en begin toe nou koud word en al te daar staan. Toe doen ons 2 sprongen uit die helikopter. Dit was toe een Sikorsky, wat hulle nog oor gehad het op daar staan. Baie ou Sikorsky, toe doen ons 2 sprongen uit die helikopter. En die 5de November, dit was weer een sprong, Beverly met uitrusting, 7 November, die hoogtepunt. 7 November toe doen ons nachtsprong. Nou, jy het al die nachtsprong story, jy spring en al die type van story en jy vraag vir jou, number 1, are you okay, number 2, are you okay, is jy okay, is dat dit? En ons spring en number 6 en 7, number 6, are you okay? Sê, no! Dis iemand anders te verhaal, sê ek, number 7, are you okay? No! Toe breek die dokter weer maar lang en die vlieën hier al by hulle rechter en sweeptal. Daar nacht in de afgrond. Niet instaan met die volgende morgen, kort ceremoniekie, gaan ons op die hendering toe, ons begin. Toen krijg ons ons flerkies, spring flerkie, en die spring flerkie moet toen hier op die rechter schouder te dragen. Van toe af is ons toen nog op cursus, en ons kwalificeer as een basisse valskerm springe, ok? Daarna het ons die veel meer sprongen gedoen as gevolg van die wede op die ou einde, het ons begin, een paar dagen daarna, met die instructeerskursus, nadat ons kwalificeer het as basisse. Nou begin ons onmiddellik, nou is jy een basisse springe, jy het een paar sprongen, en nou begin jy met die instructeerskursus. Al die instructeers bly toe achter, behalwe die 2 pakkers is daar plek toe met die naam van Bicester, en dit is nou weer een uitspreek, Bicester of soeits, B-I-C-S-T-E-R, en hulle het daar so paktechnieke gaan studeer of geleer, en dan die loods, of toen was die vredeers nie, maar die vredeerkaptein, Dijk die Lombard, hy is toen bezig met die Suid-Afrikaans, achterwis in die Engelse lugmagvredeers, afgooi technieke gedoen, en daar het die bevrijging, terwijl ons nou begin instructieklasse gekryg. Maar dit was nogal interessant geweest, ure en ure en ure as gevolg van die veld natuurlijk, dat ons nie kan spring nie. Ons drill en gang te kere in de harde hinder waar die tenminste klap. En niks gebeurt nie, en elke dag sta jy maar op en dan mag jy vir die stroom en dan sê dat jy weer te slap om te spring. Daar het nie visse vir ons baie kwaad geword. Maar met die ding wat hy vir ons elke keer sê,
Als je ons werk iets doet, dan zeg je die ene instructeer, die snaakse instructeer, zeg maar, Philip, ready, wat is nou ready? Ready. Nou sê nie, kom nie, dat sê, Philip, go! nou lach, ons is kunst. In elk geval, dit is een slecht, ja, dit is een graag, daar is daar, Philip, go! Toen ons uiteindelijk kwalificeer, dat was hier bij die 17e december, toen ons maar 15 sprongen gedoen. Van die 3e oktober af tot die 17e december. Ons is seker die klomp instructeurs vir die minste sprong nog ooit gedoen het op een instructeurskursus in Engeland. Omdat die tyd van die jaar was en sleg geweest, die ouders ook nie. We aan die kansen gehad met een onmiddellige foute uitskakel op die type van 17 december tot de Gehense party daar in die eenheid gehad en tot ziens gesê vir een bevelvoeder en ons tot instructeursparadiekies binnen die hengel gehad waar ons instructeurswerke gekry het en nou wil ek net toevallig iets noem, terwijl ons daar was, gaan weer terug terwijl ons die opleiding daar gingen. Dus ons partij daar skielik gestop in die middel van opleiding. Vat ons weg, en dan sluit ons toe een kant. En in een plek waar al die vensters is die. Die sê, wat die risiko is nou, de foreign press is hier. En toe begin die, op die stadium, toe die arbeiderspartijse, arbeidersregering uitgevind, dat er bezig is op Zuid-Afrikaanse soldaat. En dat sê, die open met twee uitvoerde volgers, en snoep die hele tijd, dat is soep net nie so'n trend, die ouders, die kostel gaan werk en het keel dat oor brekse, whatever. En die hele paar keer is ons opleidingsbeheer so ontwig, as gevolg van die ouders, om snoepen dan, om te kyk of hulle foto's van ons kom neem en so. Op een ander dag was ons bezig met opleiding, toe kom die Duchess of Kent daar aan, Duchess of Kent, ons was toe bezig om sprongen te doen, en die apkas uit, gewone apkas uit. Ouwe toe sê, kom ons bykie, kom ons voel een bykie manne. toe drijf ons extra, skree vrystaat, en gaan te keren, en sê, tykker gewonnen had. Ons is toch een manier, heel breder af, maar het is van die story. Ander dag, wat snaakse ding wat gebeur daar, so ek praat en as allemaal hier en daar, en daar, en daar, en daar aan. Ons is bezig toe, terwijl ons die instructeerskurs doen, doen ons ook een afgooistrookkursus te sê, afgooistrook uit te merke, daar type van story. En ons is by een of ander eenheid waar vir ons een vertooning kan geef van elegant, houtsers afgooi, kanonen afgooi, in die vliegtuig uit. En terwijl ons daar so wacht, dat alles gaan begin, staan ons en kyk na die parade grond van die specifieke eenheid. En nou is die RSM bezig om een klomp ouders daar te drop. Maar jy kan duidelik sien, hierdie ouders is rekroete. Daar is een verstand by die RSM stap daar om hier een stok stijf weet en praat met mannen en raas gereinstrukteer met al die. In die tussentijd staan ons op die kant, heel weg van die parade. Nou praat ons dan as ons praat as ouders en snuip maar nie by elkaar. Jy maak grapjes hier. En Niek Visser kon ek. Nee, as Niek lach, dan ga jy. Niek, jy weet daar een type van spreeks, jy hoort niet spreeks. En Niek komt so kort op een handje aanslaan. Alt, sien jou sê sê. Sê, hoe ze sien jy? Hy is gekomen, kunnel daar. Sê, kan met ons van alles sê. The way you are laughing, it's just not that, you know, these chaps are on. So, and I'll look at what's up going on, and I said, Mom, I'll save you ever since I'm moved. Ons is daar so, ons is in die onskommerhals,
is bij die weermannen onder officiersmanasie. En hierdie ouwens kom na ons toe en sê, Saturday inspection, wouldn't you like to help us to clean the barracks? Ja, sê hy, the greatest of pleasure. Nou, hy vraag vir Johnny Kieser op haar stad. What would you like to do? Would you like to clean the passages? Of wat is die Engelse woord vir toilette? That would be the solution. Nee, wat is die woord? Ablutions. En ek sê dat Johnny Kieser weet wat is van die ablutions. Hy sê, nou, we'll take the ablutions. Toilets in die badkamer skoonmaak. En hulle sê, wat is het? Die so sê, wat is het? Die man is bezig om skoon te maak. Hier rol Johnny Kieser hier. Brand, lisser, af. Af met die touw, spuit die hele plek. Die hele plek onder water. Gange en alles, hy later gange. Toilette, sommer binnen aan die toilette. Hier die dak en al wat hier, dat is die laatste keer van onze vrouw met een bloesje schoen. Dan kom hulle daar aan die klaak aangetrek op die uniform. Klaak, in die ochtend. En dan staan hulle in die skeel daar. Daar is die enkies aan en alle type vriend. Dit was vir ons nogal baie straks. Dan, terwijl ons opleiding daar gebeur, die eerste ding dat hier wat ons oog gevang het, was die square box. Een ding met die naam van die televisie. Nou kyk, dit was een lekker geweest. En ek nog geen keer televisie gehad op die stadie. Maar elke middag had een speciale televisie camera. Nou Piet, die man toen van die bakkers, was baie, baie lief vir hierdie ding. Maar nou het hulle staan sit en daar, die Engelsmannen sit voor. English guys sit in front because it's their place. So they want to see first. And what they do is, because of it, sort of menu we had there, I don't know. Ons het bijvoorbeeld op een maaltijd gekregen, chips, mashed potatoes en baked potatoes. En dan spinazie of kool en dan die koffer. Met andere woorden, die is redelijk dubbelmakerig. En daar die koffer. Dan sit daar die mannen, die Engelse praat, en van wie die daar is, sit hier en kijk hier. Dit is vir ons baie eerlijk in elk geval. Piet hulle begin toe nou te hardloop en die man had om voort te sit voor. En toe nog ons nou wel, if you can't beat the enjoyment. En dit is nou type van competition. En dit is nou type van daarie type van menu wat ons gekry het gemaakt het en dat terwijl ons stil gedoen het, het een van die instructeurs opgehou, check, maar die vliegtuig het so gestuk. I'm not checking in vir die bevangstuk. En sê maar sommer te boot. Dan die dorpie wat ons my was, dit is die naaste dorpie, was Ebbing myself. En die mense dorp seker so groot soos, sal ek sê, kom ons wat nou met redelijke Senekal of Kroonstad misschien. Daar is 33 paps geweest. So dat was nie te kort, dat was nie te kort dan aan vrijs waar jy moet. Dan bier die drinkkoek gesê. Die kon denk ons daar een snaakse ding. En het brandje aan die naam van Skrampie. Skrampie is appelbier. Nou, appelbier wat op sy beste bezig is om te gis. Hy is giftig op die staan. En hy is goed koper as die ander bier. En ons begin die goede, ons vreselijk lekker, hy is suikers. En keer aan drink ons van die skrampie, ons is terug. En wat ons gewoon doen, is het bykie laat is, is het saterdag aan, dan kry jy een taxi daar op sekere plek. Maar dan is daar ook oomie wat op een fiets rijd, hy is jy staakse contraptie daar op een bouw, en hy hou die water warm en verkoop hy hotdogs, hou die worsties warm en alles. Toe besluit dit, ek sal die ouders bykie die sin was van die Engelse soldaatjes daar by ons. Ek koop vir allemaal, wat ek kry so by klantse toelaat, elke keer veel, sielingweer of iets.
Goed verloor het, kan ik niet zo Afrikaans al, yes. Die man is ook maar hoog voor bezig. Op die skrasie. Sorry, maar hé, ja, nee. Sorry, maar hé, ja, nee. Sorry, maar hé, is de vader van mijn avond. Oor van mijn hoofd, het simmelen. Maar nou raas ons, op luister, in die straten van Ebbing. Maar nou terwijl ek so sit en dirigeer, moet hierdie hond ook in my hand soe. En die volgende oomblik sê ek, maar ek dirigeer en net ek sing, al op die stap. Toch wat gaan nou op, wat is om my. Toe kyk ek in so lang Bobby se maag vas. So op so kant in die Bobby, en rechte kant in die Bobby. Ek sê, moet jy like al rond? Volgende op het deel van
van die wereld loop so baie koppies en also, dan skiel het brand daar een vuur. Waar sit hom, Ronnie, in die soek? Dis Bondland. Bondland. Waar sit hom? Ooskamp. Danskei, Ooskamp, ja. En, hulle waarskie mekaar op die stad, as ons by die stad kom, STAT kom, dan is daar geen man maar niks, net verwees. So ons het baie min van hulle gevang, en daar is het tyd wat ons vir die hand op ons daar is, die 18 februari, daar weg, terugbloed van Duintje, het daar in Dakota geval, met die hoeds verwees, met die 9 hoeds, met die 11 hoeds toe, daar het in Oster geval, en daar het nog iets geval. So, en in baie voertuig, vir al die politie, baie voertuig gehad, en daar is baie van hulle dood en af. So ek dink die uitleid oor, ek noem het maar oor wat nie, het ons verloor in elk geval. Want die hele ding is baie in elkaar. Toe kom ons dan terug in Tempie, toe begin die voorbereiding, toe begin die voorbereiding in alle ergens, vir die eerste keer is ons vir Jesus so aan, ons het niks nie. Daar is geen apparaat nie, ons het net die hemmer gekry, en dit is al. En dit is toe nou waar twee mobiele wagse manne in die prentjie gekom het. Hierdie ouwens, of van ons officiere, het al die bloedprints gehad, wat is een bloedprint in Afrikaans? Blauwdrukke, afdrukke, wat ek al gehad van al die apparaten. En die ouwens begon het in haastiglik, hierdie apparaten te bou. Onder andere die famous aapkas, en al die begonnen. En in die tussentijd het ons die valskerms ook. Ons het eerst hier by Augustus maand, ons begin valskerms vir een paar van Engeland. GQ's en Irving's was die goedse naam, en dan was daar een ding, so'n Franse valskerm ook, en wat ek nie die aanvraag kon, en ons nie baie, en toen 10 of 12 gekry in die stadie. Wat die ouders toe doen, hulle stuur toe nou een paar ouders op naar Pretoria toe, en die ouders kon spring toe naar Pretoria, en hulle het net om die weerstukstaan te kyk hoe reageer die valskerms onder Zuid-Afrikaanse omstandighede, wat sy Dalwins moet en sy voortsweet en daar het die kamer. Kryd ook bykie meer valskerms op die stadium, onder andere 1 of 2 of 3 of 4 T10's. As proefmodelle waar dit gekryd, het in elk geval nie, maar die lijntjes is getrek. En toe gaan ons en ons sprong in Kaapstad, en ook in, waar is die ander plek geweest, Kaapstad, Bloemfontein, en laatst het ons Bloemfontein gesproken. Bloemfontein was baie lekker. Daar waar Tempie lichaam is, het ons nabij die universiteit geweest. Dit was die verskrikkelijk as. Dit is toen een nieuwe ding vir Bloemfontein. As hierdie springerij aan die gang is, dan kom al die meisjes, mooie meisjes van, ga die universiteit, en kom kijk, en die tjeer, en die ouders, en alle artikel van, maar dit is zo lang. Die van die huidige gewees. Totdat hulle besluit het, ja, die wat ons. Want die valskerm sal deeg, en toe word hulle plan gemaakt vir die kursus. Die eerste kursus word toe gehou vanaf die 11 december 1961. 11 december 1961. En hy is opgehou in 3 februari 1962. Nou, in die tussentijd is al die verskillende oefeninge en vereiste saamgestel en die, wat doe jy dit? Standing operational procedures is toe geskryf en al die dinge en alles is toe geneem vir die eerste kursus. Wat is die probleem? Ons het 20 valskerms, begin met die 20 valskerms, maar ons het 55 toe op die kursus. Nou kom kaptein, Dankie Lombard is gebaseer op Bloemspruit. Kom hy van Bloemspruit aan, dan bring hy 20 valskerms samen doen, want die pakfaciliteite was toe op daar, ons het nog nie een pakhuis gehad, soos by die bataljon. Dan bring hy 20 valskerms, trek ons hier die 20 valskerms vir die ouders aan, en klim hy in die vliegtuig, en dan maak hy sy rondes op die biele gaan. Spring hy dan so 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Als al 20 ouders gespring het, dan kom landkaptein daarin hier die Lombard met die dek, luister nou mooi, van landtein, ja ons al die valskerms probeer, valskerms moet gelaai in die vliegtuig, stuig kaptein Lombard weer op die bilegale, al die pak bloemspruit toe, word daar weer uitgeruid, word weer gepaard. So dat het ons verskrikkelijk lang gevind.
Later toe ons dat hulle dit so gemaakt dat die valskerms dat die ouders maar daar so bly en dat hulle in plaats van elke keer te gaan land, dan land hy sommer daar so, dan bring die valskerms op nie, maar dit was in elk geval die mekaar stond. Op een kon het ons 11 valskerms gehad as gevolg van skeure en daar die bevinde. So dit het die proces nog langer uitgereik. Soos ek sê, omtrent 55 troepen was op die kursus. Alle instructeurs wat in Hongkong gekwalificeerd, achter ons in Engels gekwalificeerd, was instructeurs op die kursus, behalwe die visser, wat daar staan, officierskursus gedoen, en hy is toe. Hy het bezig met officierskursus, so hy het nie deel gehad na die kursus. So die heel eerste kursus was kursus 8-4. Nou die oude slaaf, my broers op 1-4, dit is een stelsel wat, jy weet hoe dat stelsel, as jy in die begin van die jaar die kursusse klaarmaak, dan word het allemaal met die infanterie, die directeur infanterie gestuur word. En volgens datum, want sê hulle, een voorbeeld, daar in het, toen eerste kursus, hulle krijg een iets by, ons is so datum, ons krijg 8, ons is die 8ste kursus, maar ons krijg 4 by, afgezien van die tye na. So is nie een kwestie van, die eerste kursus was 1 en die 2 kursus was 2 daar te bevind. Maar vir die 4 gestaan, is het wel nie te volgen? Wel sê, ja, die 4 was dan het gestaan van. Oké. Dan, iets wat ek hier kijk, hier so weer, is die 80 is de GTBT. Op die ouwend het ons, het daar toe me gekwalificeerd, ek dink net 2 ouders van die 55 het nie gekwalificeerd, as gevolg van beserings. So ons het die hemse hoe slaag syver daar. En daar was een subtiele verskil, daar is daar met ons probeer, daar mense hou om een begin in die materiaal, ons nie probeer troepen afhaal, ons nie probeer interesseer maak, ons het probeer, ons best probeer om troepen te kwalificeer, so dat die wie net van die grond af kan kom, ons er, was die doel die deel te hou, gewees. Wanneer ek daar houding van, is dit so. Die ouders wat ons opgeleid hier is als de peers, het een wanindruk gedoen. Ja, ek het originaliteit. Ja, was een hele verschil in kaktie. Die tweede cursus is gehou vanaf die 29 januari 62 tot die 17 februari, daar was 25 ouders later. Nou net is interessant dat veel sê, julle ken die mannen van jou, bekende name wat op die eerste kursus was, is Rieckert, dit is een klein Jones Rieckert, sy pa, Simon Rieckert, hoorprof, wat dan sy my die kant sit, hy was daar, Bommelier Slut, dit is nou Terry Slut, die kortman met die grootsteen, Jeff Bundel, ouwe, Nick Wilson, Stafelsam, Garbers van Aswegen, en Garbers van Aswegen, het is nie een baie mooie man geweest nie, maar hy het die troepen verskrikkelijk die wat daar gehad, die tyd gereed. Hy vat ouds, dan sit hy dit in een papiersak. Hoe leg die vliegtuig op? En dan moet hy maak garbers of hy naar word. En in die papiersak. En hy gaan te verskillende kere en dan steek hy sy hand en dan eet hy die hand. Hy staat en hy sê, dan tot sy nadeel word daar twee broek en hy siek achter in die dek. So die dek rijd verskrikkelijk slecht op aan. Dan staat verstand Eugene Sluit, beter bekend als Piet Sluit, Soppy Stevenson, Diemenhage, wat min sal kijk, dan NJ Potgieter, Jogi, ek dink is jou wat mense wat vir Jogi Potgieter, Jogi het nooit op een bed geslaap, het is nacht, altijd op die grond, het is wel die sier die naam van hom. Dan Velkom het, Hannes Bota, groot Hannes wat vir hom geword het, vir hom geword het, Kaptein NJ Du Plessis, dit is generaal Du Plessis, Kaptein Joe Kuyter, hy is weer een bevel op van die eenheid gewond op die stadion, en dan geld hy, Jane Breitenbach, die al van ons hoor, Jane Breitenbach, die breitman, hy was op een paar kustes geweest, en dan sal hier Bokkie. Nou het ek vergeet om te sê, 1 April 1961 jaar het was, toe word een valsherre bataljon gestart. Toe verander die naam van Pyro Biedewacht aan een valsherre bataljon.
is het niet snaaks, maar uitrol voels dat. Stel dat je een valse scherm moet doen. Oké. Hetzelfde scherm is een valse. Ronnie wil niet al bij zijn. Alle vier goed beginnen, Richard. Wat die van de is op de server en hij was een totaal op de kolom voor een paar maanden als de RSM van die man in de stadion. En dat was een paar RSM's, Boetes en Wopie en Den Bosch op van die ingenieurs. Die eerste paar jaar, of die eerste paar jaar, en elke keer is je klopt die van gediend op de stadion. Die tweede cursus was, ik weet niet of jullie van ons waren, Ray Burgess en Alan Hurd. You remember those guys? They were on the second course, some of them, or at least the two of them. And then a guy by the name of George Schroeder. George Schroeder is naam gemaakt later in die Congo. Hij is in ons weerdag uitgegaan. En hij heeft bij Mike Horst gestaan, terwijl ik het van Mike Horst heb. Van het tonbevel, van de Stukkers later, zijn tweede bevel. Als je Mike Horst een boek leest, dan hij is baie hoog aangeschreven. Als soldaat, baie goed vir u. Maar hij heeft de voorliefde gehad, hij waren de plekken waar die Congolese weggejaagd met de eerste ding met Jones toen hij die brandkasten gaan omlassen. Dat is wel goed. Ja, en dat is ook toen hier een nieuwe generatie gestarteerd zijn en toen hebben we op die toneel verskyn. Ik praat hier zo van Ellen Koos Moonbroft, Ellen Hurdle, Burgess, Frans van Zijl, Joop die Potgieter, Hans Moller, dit is al ooit een moeder, en dat Gabus van Asgeer onder andere. En dan in die Holtzjaars, dat is in tussentijd daar aangekomen, Holly, dat kind van Holly. En weet je wat met jullie gekomen die koe is, dat jij daar niet? Waarom heb jij daar aangekomen? Ja, 76. In de 76 is toch een jong man die hier staat. En daar is op tussen die oude, tussen de jaren 65 en 70 was Mouwoensje. En binnen de mensen heb je gedaan, heb ik hier Rudy Bench, Gert Nel, brigadier van de Tans nog leren, David Moer, Archie wat beter bekend is Archie Moer, Pip van Zijl, Dr. Klomp, baie bekend, baie geliefd ook onder die mannen geweest, Rommel Marais, Blikkies, Nieuwe Blikkies, Kitsa, Sakje van Rijn natuurlijk. McIntosh, Jan Gillard, Snake Steinman, die Beestmiers, Paul van der Wald, Sean Gier, Jakas de Jaar, Trevor Floyd, Johnny Creer, Fingers Creer, die Blokes, Fingers, al die Fingers, dit is de Harry Fingers, wat samen met mij was, als een frontier, zijn twee broers, Richard en Donald. Ik word vals, dus dat was een drie manschappen. Tussen hapjes. Partij van ons het rugby gespeeld terwijl ons in Engeland was. Dit op de aftijden, na ere. Partij van ons het gebokst, niet op de uitspoor. Harry Finley het gebokst voor die lichtmacht, die niet leer. En die. Harry heeft drie gevechten gehad, daar zo. En het al drie binnen de eerste ronde uitgeslaan. Hij heeft natuurlijk later, was hij een van twee Zuid-Afrikaners, wat de American Golden Gloves kampioenschap gewend. Dit is een groot prestatie. Dit is een geweldige groot prestatie. Die enige ook kan je dit krijgen. Hij is ook ongelukkig verleden jaar geleden. Dat is een hapje van die 15 is al een van ons weer. En wordt 81, Esterman wordt 82. En Johnny wordt 80 op die stadion. Johnny is een reizenbroek voor de afgelopen van mij dat gezien. Hij is van het hospitaal om mij te groeten. Maar hij is heel bekend met die man. En wat het gebeur na die tussentijd? 62. Toen waren kerstfeestpartijtje gaan we daar, einde van die jaar. Voor die kinders van die bataljon. Sê die, kom dan bouw vir my, ek moet vader Christus wees. En dan doet ek die verspil. Vader Christus soet aangetrek. Tegen die lichamen toe gaan, die dier is die afsteder, kan iemand dat natuurlijk niet was meer. En ek is die enigste op die dek, een afsteder, doet ek op die rugbyveld, so ek het op een baie klein dienst gespaard, met een gewone deed in vals en ek het daar een stand op ons gaan. Dit is een Christus, daar.
gelijk een Franse zachte boodschap, zo kun je het zo. Nou, toen, daar is die zeker, toen zei hij, maar goed, nou moet ons ander doen gaan. Toen gaan ons die truck hier, noem het nou maar die woestijn truck. Zo'n 60 paratroopers gaan Appington, die partij gevlieg van Bloemfontein naar Appington, toe alles vervoer thuis en toe. En ons zullen nou tafieoefening gedoen het, 100 kilometer, ach, ons 160 kilometer van Appington op ons afgegooide hand naar Kalarium, en dan moest ons nou terugstap. Maar, dat het nie rekening gehou, dus december maand. Ja, maar traveling light, al wat ik van sê, is een stok waar je moet springen, een stok en een laken. Dit is jezelf, plus je waterbos. Nou die stok is daar, als je aan die dachten, waarom druk je die stok zonder de zakken, dan span je die laken kieper, en dan meen je tot het nu later lekker, koeler, wordt het niet maar koeler. En sommer hier by die intrapslag die ochtend, die maandagochtend, na hulle klaar gegooid, begin ons met die stap in een sekere richting. Die plekjes na ons afgooid, is nie een plek nie, is maar net iets op die kaart, want daar staan eenzaamheid. En dit is ook eenzaamheid op ons leide aan. Hier so by Elfiese kant toe, hart op die twee of drie ouwe soot die die duine op. Skoon die mekaar, die begin hulle het einde te krijg. En daar stok, staak ons, jylle stap toch net daar. En die komen dan sê, nou moet jylle stap. En opsoek, en het is sekere pijlen gehad, ons hoop maar daar, as hier daar is, soutmijn in daar omgeving, Kalahari souts, ouwe soud, dat het soutmijn in die grondheid daar sê. En ons kom toe gelukkig daar aan. Ek was so, ons was so 7 of 8 dat gestap het. En kom by die plek aan, toe sê gelukkig, twee zwarte mensen wat werk daar vir die man, toe sê dat die baas kom later vir ons water bring, elk op die gele vir ons water wat die kocht, en dis by jou oor, daar het ek gedoen, in plaats van 11 landstalen in Zuid-Afrika, daar het ek talen gehoor, dit ook nooit in Zuid-Afrika. Toen kom je in de destructie en je vertel ons van plankies wat niet daar is. Dat was een verschrikkelijke droe jaar. En je vertel ons van slangies en allerhande goed. En je vertel ons van spinnekoppen wat je kan bijten in die woestijn. Het lijkt niet of daar iets is nie. En hij sê onder andere, daar is een sekere klopie spinnekop wat in die woestijn is. Die dames moet maar verlief nie met die spin. As hy vir jou byt, dan veroorzaak het een contraptie by een man. En dan had een contraptie. En ons op die ten is, ons is nou baie bang in elk geval, want Patrine moet een contraptie doen en die stuig het allemaal. So in die derde aand, ochend, staan Samuur van de weer op. En waaraan hy gedink het, met die vader alleen. Nou hy staan daar toe in een onderbroek, dat hy uit ons Santa Maria se draad, sit hy, snaak sy los, en hy sê sy ouwe boer met sy punte afgesluit. Nou staan hy met die contraptie, dat lyk of hy sê, sê ek nie meer te markies sê. En nou stap hy en hy het een bykie van een maagie gehad. En hy hart op so, met hierdie paar losboots en hierdie broekie en met hierdie ding. En hy gaan al so voorkom, want hy sê, kom en dan, een bladde knoopie spinning op het my gebied. En ons het die springen, ons het die donder
gestap. Het was nogal een redelijke prestatie geweest op dat stadium. Dit is die woestijn, dit is die woestijnstuk. Dan heb je ingaan op al die verschillende kerstjes van het die woorden is bijvoorbeeld een van die oude mannen, Jimmy Stone is een van die oude mannen. You were a citizen force, were you? Yeah. You must have been one of the first citizen force. Okay? Second. Die tweede, hij was in 63 daar. En die tussentijd is daar burgermacht mensen opgeroep. Op die stadium met die ouders nog 9 maanden gedoen die waren in Hamburg. At that stage, and afterwards it started, I think, only in 1968. They changed it to 1 year training, and afterwards the 2 years came after it. Okay. Yes. Is that correct? Yes. So only 2 years. I was in 1971, we had nog 9 maanden gedaan. But it was no bands to go to work the year. Okay. Yeah. Maar dit was al in 1971. Is dit zo? Hoe kon je nog in 9 maanden, hoe was het nog in 9 maanden? Om in 2 jaar. En die officiële data was in 1960. Maar het is maar in 1970. Maar we hadden van die stad. Ons het hele baie burger gemaakt is, en die was heel net groter geworden. Waar ons aanvankelijk net een compagnie gehad het, het ons skielik 4 compagnies gehad. En vooral toen die bosoorlog nou begin het, hulle begin eskaleer en ek dink hier so 77-78 as ek reg kan onthou, waar ons skielik 'n dubbele inname gehad het. Kan jy onthou? Junies, ja, dis het. En wat dit tot gevolg gehad het, is dat ons op een stadium 2 sessies 'n dag opleiding gehad. Ons toe 5 uur die oggend begin tot so 12 uur toe. En daarna breed gehad, en dan het jy die volgende klomp gevat vir die middag. En ek sê vir jou, so moeilik soos as miskien vir die troepe om die middag opleiding, so moeilik was het vir die instructeurs om. Want van 12 uur het daar gestaan op een man te rond te spring en te skree, was slecht. Ek het op school dat ek kan weer vir my spraak, daar is een lokale wat nie het houtelkoot sê, en dit is van alle skree op die stadion. En in 71 is daar toen nou op die stadium een valskermbataljon en al die troepen wat opgeruis het toe basis geval onder een valskermbataljon en al die administratieve werk is vanuit Bloemfontein gedoen, maar in 1971 is 2 valskermbataljon gestig. Okay? En gevolgd door 3 valskermbataljon in 1977 en in 1978 is die brigade gevolgd, ze krijgt kan onthou. En dan het ook na 78 het opgeskryf hier na Valmestalde van Bloemfontein, waar op die stadium geadministrateer was uit Bloemfontein geweest. Dit was die bataljon geweest. Nou, paar dinge wat uitgestaan het vir my, tydens die jong jare was die Tico-karre wat ons gekry, waar daar baie stories geskry word. Tico-karre was een driewiel voertuig, wie vier weet wat een Tico-karre is, ja. Dit het geleid tot baie probleme ook in elk geval, want die troepen wil eigenlijk goed stikken draaien, die staan er lang ergens oor, so die engelse touwtrekker en een paar man het lekker, ek sê weer best nie kom jy dag in gejaag, by die ek, na so rit gehad, staan daar bed van so weet of op die paradegrond. Toe maak jy daar draai te kort daar by die ingang van die paradegrond, daar oor kan aankom en die sy leide verhaal. Hoe die val van die ding is af te schreef en onderhouding is amper op haar baie seer gekry. En dan Tico Brink is in die oorzaak waarom die Tico karre genoem is. Tico Brink sê hulle sy bijnaam kom van dit af, dit is die so. Tico was Tico al die jaren nog, toe hy die panser op was, hy was die ou panser, Tico. Maar toevallig het hy hierdie karretjies toe nou Tico Brink begin, want Tico Brink was toe nou die transportofficier van die bataljon, en hy was so heilig op hierdie goed, jy kom met hom toe. So dit is altyd een groot probleem, jy moet nie eigenlijk of jy het een probleem gehad met Tico. Tico het die staatse iets vertel van hy tot hy is die jaar voor laatst werd, goeiedag. Ons gaan doen, ons het baie skouksprolle gaan doen in hierdie tyd. En ek dink daar baie seuns en jong mense eerste keer gesien van valskerms en waar we die urge gekry het, die gevoel gekry, maar ons wil ook valskerm troepen word. En ons kom bijvoorbeeld ons een aand in
so glamour op, jy moet maar glamour op jy deels op een moerse plaas. En kom aan het luik sê vir hom, so luister, Tico, jy bring die bier, so het ons gaat spring saam, dat hy daar die lombaar, als aan, jy bring die vlees, en ons gaan braai. Jy gee, ons slaag, spring jy na, jy kom die kom met sy voete. So, alles reg, ja nie reg, sê so, die vlees. Sê die vlees daar weer, sê waar is die bier, Tico, nou lust na die spring. Spring en soe bier, dit is vir jy nog, dit is hier. Tico, wat nou? Hy sê die bier is weg. Jy moet hy vergeet om die bier te maken. Die arme man is toen nou, gaan ons daar heel veel dolken, en op ons kroeg, toen moest hy vir al die ouders daar uit sy sak. As gevolg van die feit dat hy sê die bier vergeet. Nou ek het die onderscheiding dat ek in 1962 in arrest geplaas is vir verweepjonge. En min mense ken die story. Kom maar aan het luik op die hoofd van die leer, daar staat hier die kolonel Jacobs, generaal Jacobs, die sien hem roep. Hy roep vir my, sê vir my, luister, soveel toebroekies, koffie, thee, kwart voor ses moet jou bloed spring wees, ses uur, vliegtuig. Ek ga na Engelbrecht toe, die sien was in die stadion. Ek sê, luister, nie is my bestelling, nie is kruis nie, want. Ek sê, kom al dit morgenochtend 5 uur. Staan op die ochtend, werk het gaan af. Kom buis was toen nog daar, as jy skyns oorkant. Oorkant die ring is, oorkant die erger was. Ek toe kom, ek stap so op. Toe sien jy, maar daar is nie een rookie nie. En daar het het ons een stoof vaak, en ek weet as jy die kom buis werd, dan is daar een rookie daar. Nader ek en hy kom my skoop behoorlijk raak my maag. Dus daar kom, alles dood stil. En ek is op die hartklip dienstkamer toe, bel van Engelweg, sê, kom om, ons is laat. Toe het hy schoon vergeet. Toe moest hy toebreedies maak, thee maak, koffie maak, waar die kom. So 10:06, nou weet jy, hy moet die hoofd van die leer is. 10:06, toe trek ek in daar so, my bloed spuit, toe draai die pop, voor die dertel. Kom daar so, maar hy praat nie met my, hy praat met Hannes Boota, hy sê, at jy dan tot daar staan. Toe wil hy sê, ruik sal. Sê, Larry, kom dan sê iets onder les. Ek het nog nooit, ek is op eers op rapporte met die arrest, wat nog onder arrest. En is ons in die vliegtuig, hier op een koolstelling kom en aan, en bring die koffie die toebreed is. En dan schiet die vliegtuig uit en aan. En sit ek, en die bieding is het ekse wat ek daar vastgesig. En toe ek een ding so trek, toe val die helft van die koffie. Op die vloer van die Dakota. Dit was er nog, ek het om alles te kroon, ek dacht, oh. Maar hy lag toe, hy kon, betekent, ek dink hy was bykie sadisties, sê jy, hy lag so kekkel lag, en elk geval, kom toen, toer hy aan, hy doen toe sy ding, maar toen die wind was achter, want hy het seker blijkbaar nie baie laat gekom met die generaal nie, en toen ons daar aan toe sê, Hans Boota, dat my jy is nie meer aan haar rij, aan haar rij is die so. Toen sal ek geslaag in een groot slag van verrichting. Dan, dit wat onbekend was, waarom? Roep die commandant de knopje van de instructeurs af, en sê, luister maar, ons gaan Kongo doen. Ek ga probeer een magie hier op ons eie klein, dan gaan ons Kongo doen. En dan gaan ons bykie nou van my behoor help met al die. En dit is rechtig plan geweest, daar staat. Dan wie vader met die twee toe doorgegaan, nagevang. Iemand het een kiep gesmoor daar. En dan natuurlijk, om dan, jou story, Piet, Paul Kie, om Koenumlaas,
was in 1966, dit was die eerste keer, ek denk sedert die Tweede Wereldoorlog, wat troepen slaags geraak het met die vijand, en dit was toe die manne slaaphou gaan aanval het, nee, met die ter ondersteuning van die munisie. En dan, iets anders wat sleg was, was die dood van Kevin Potgieter, dat is een valskerm en met valskerm hebben opgenomen met een vrij valsprong gereden. En dan ook die dood van Lucas Grim, en daar hierom, wat ook met verdronken, wat was het, Sastrom of wat is het? Weben. En dan die vaandel van die Babylon is dat veranderd, op een hoogtepunt. En dan is het bekomen niet veel meer, maar als een valskerm opleidingscentrum, niet van baie lang. Ons is amper klaar, man, hoor. die valskerm opleidingscentrum, wat voor een paar maanden, ek sê nie, of misschien een jaar, gefunctioneerd het en toe dit er eind gekry, het is een eigen veldbeur, die dan doet op de plaas waar, anders moet dat ek nog eerst veldbeur. En dan in april 82, hebben we die massasprong. Die bataljon was toen 21 jaar oud geweest, en die dag het onder 300 troepen gesprong. Dat was toen die huisdaad en die grootste sprong in die geschiedenis. En toen 1982 het hulle die vaandel vertoning gehad, troepie met kadder, Sakkie, maar hy was die sabreur, en generaal die plesie was, ek dink nie, wie was toen die bevelder, commandant, Van Graan. En toen ben die 1991 was het bataljon 30 jaar oud, toen is daar 428 ouds in die lucht geweest. Dit was baie, baie mooi geweest. Ons is allemaal omtrent, allemaal wat kon spring en gespring na die dag, die vliegtuig vol te kry. En dan ook in 82 is die gedenksteen vir die gesteel is die allemaal aan opgesit. En dan, wat is daar nog? Dit is omtrent die dinge wat by my gebruik. En dan is dit interessant om te sien die groepe broers wat by die bataljon gewees het. Generaal Dan Lambrecht en sy broer, Jeremy en Mark Wiley tussen haakies, André en Frank Westmeer, Harry Donald en Richard Finley, Henny David en Johan Blauw, generaal de Plessie, kapitein de Plessie, dan was daar troepe Piet Blauw en sy broer, Paul en Erasmus en twee seuns, hulle was drie gewees, en nog een hele paar ander wat ek nou maar net toevallig nie genoem het op hierdie stadium nie. En iets wat ek hier zo wil meld van die einde is die strijd wat plaasgevind het op de volgende strijd en wat plaasgevind het waarover gepraat het vanavond hier zo. Valskermsoldaten harde mannen en elke ou het sy eie van dingen doen is soms moeilijk om aan te passen met elkaar. Elke wil zijn eigen ding doen. Maar ek kijk nu als die beschermheer van die jong van de PVO. Ek neem niet die aan die gesprek is, maar ek sit daar in dat en ek luister maar. Dit is nie regging. Ek het die grootste respect voor elke ou wat die reken van een valskerm wat leeuw gestap het. Het is een harde paaikie, allemaal van ons het zwaar gekry, en ek respecteer dit. Maar dan is daar sekere elemente wat dinge wil doen, wat nie die normbasis is van valskerm soldaat. Het is lekker om dag te wees, en lekker om te springen, en lekker om stories te vertellen, lekker om te sim, en al die diepe vinger. En ek het al baie keer by al die plekke waar ek gepraat het, vorige keer gepraat het, gepraat van Sint Francis van Assisi, wat gesê het, jy weet, jylle praat, jylle moet nie broederskap praat, jylle moet broederskap doen. Moet nie gesê van die man, as jy dit nie voor hom kan sê, die type van hom, dit is iets op ons gedagte moet hou. En andere dingetjie wat ek vir jou sê is dat, uit die aard van die saak, dit is lekker om na opgekyk te word. Ek sê nou vir jou, ouders kan vir jou sê net wat jy wil. Maar in my leven, ek nog nie soveel mensen gesien onder een mede, destijds, toe
ek nog by die bachelor was. Die ouders was ook een bloed jaloers op die bachelor, om wat hulle geweet het. Het is goeie mannen, het is een goeie leerheid, en die type van die bataljon natuurlijk het opgeleverd, de basis om er aan bereid te maken. Trevor was al buiten kan sit, Koos Moentrof, al die ons wat rekjes gesticht, kom van die valskuil bataljon af in elk geval. So, dit is een unieke eenheid, met een unieke geschiedenis, en de oude trots heeft daar, maar die moet ons het maken. Nou, as jy weet een bykie iets interessant sal lees, dan moet jy gaan kyk. Shakespeare het een gedicht geskryf oor King Henry V. En is een prachtig gesprek daar, wat hy in hierdie gedicht van hom weergee, van wat King Henry die vijfde vir sy troepe gesê by die slag van die minder maar Agincourt AGINCOERT. Nou, daar was al 100-jarige oorlog geweest tussen Frankrijk en Engeland op een stadium wat geduur het van 1337 tot 1453. En daar was een besondere dag ook in Engelse geschiedenis wat hulle noem Sint Crispin's Day. En Sint Crispin's Day is een dag wat hulle gedenk, want op verskeie geleenthede in die verlede is daar geveg, en het hulle die sla gewen op Sint Crispin's Day. En hierdie spesifieke dag, so hulle het die Franse bekleid. En dit was die 25ste Oktober 1415. Sint Crispin's Day. En die dag voor Sint Crispin's Day toe Henry was sy troepe toe gegaan en hy het 'n sekere toespraak vir hulle gegee van hoe hulle sou veg en hoe trots hulle sou wees, want op daai stadium het hy 5000 troepe gehad nadat hulle maande van tevore uit Engeland uitgekom het met omtrent 30000 Engelse en baie van die ouens is dood as gevolg van sekere siektes ensovoorts. En hy het 5000 troepe gehad en die Franse was bezig om op te mars naar die Engelse toe. En daar word beraam dat die Franse se mag 30000 plus sterk was. En toe het hy met hierdie ouders gepraat. En vir hulle gesê, hy eindig hierdie, in hierdie gedicht van King Henry V, sê hy vir hulle, we happy brothers, daar iets in daai ding, het hy gesê, we the lucky few, the brothers of the brotherhood. En dit is ons moet aandink. Ons is die ouders op oorgebleid, ons is toch daar so, na al die jare, en ons moet maar die traditie oorgebleid, ons moet by mekaar staan. En ons moet nie paniekerig raak door wat gebeur in die land op hierdie stad. Dit is my persoonlijk op hierdie stad, vir my is die ouwe om te sê, 80 jaar, jy moet jy nog 200 klas by. Maar jy moet nie bang wees nie. Ek voel in Suid-Afrika kan sy eie dinge doen en is onnodig om al die regimente oor die sociale media te lig en te sê ons gaan nou dit doen en revolusie doen en dit en dat nie wat doen. So, dit is my story op hierdie stadium, ek weet nie wat enige vraag is nie. Dit was die beginjare gewees van die bataljon. En ek weet nie of jy nog iets wijzer geloof het nie, maar jy is trots dat jy enke gegaan het, jy is trots dat ons dag by mekaar kan wees, dat ons mekaar die nie ook al krijg. Baie dank. Ek geef volk oor Ronnie Bakketan van 5, waar hy baal geest as hy eie Bakketan van 5. So, ons hand van die dans dat ons opgeef, jy kan maar opgeef nie, sê vir ek om oor my tegees, asjeblief. As die eerste story hier aan maak, die bol was vir ons tel gewees, toe ons nou in februari hier by mekaar kom in die stille lokaal, om met die derde verjaardag van die TV. En toe ek nou die voorstel maak, daar aan, dat ek het niet sê om die kontroe handig, waar af my baie pertinent en nonchalant en baie specifiek gesê, ek moet kom interveer met die herwelings van die ander. En sederdien, sou die bolle toe nou oorstaan na die volgende, Pretoria Canopy, sy maakman vergat.
En toen besluit hem Ronnie toen hij zei bij zich, hij gaat op eie wil. Sommel van 6 maanden. En in die proces red hij nou dat kom extra verlof daar so, terwijl hij besluit om ziek te word in Bloemfontein. Maar toen weet ons, ons gaan om Ronnie eers te inpatrol. En dit is toe vanavond wat ons nou hierdie saakie moet rechtstel. Maar dit is een bijzonderse bol wijn met de 80ste gelukkige verjaarsdag wens wat hier uitgespreek word. En dit is een baie wonderlijke voorrecht om dit te vanavond en nie te oorhandig namens ons Pretoria Canopy. Om vir hom te sê, baie dankie, jy is nie net ons pa nie, jy is een rolmodel, jy is vir ons alles wat een paratrooper moet wees in versinne beeld van wat ons graag wil wees in termen van die ethos van wie en wat ons DNA sê ons moet wees. Ons het vanavond ook die herekode hier voorgelou en Ronnie is vergestald alles wat daar staan en het is ons groot voorrecht om vir jou te sê as mens 80 is, verjaar jy heel jaar, nie net op die een dag. So, het is my groot voorrecht om vanavond hierdie vir jou te gee en wacht jy dit saam met die vrouw. Ja, dankie Jan,